Mensen laten verwonderen, genieten of iets doen voor de mensen in de stad. Het zal allemaal meewegen bij het besluit wie er aan de haal gaat met de Eindhovense cultuurprijzen. 10 genomineerden zijn er in 3 categorieën. Zoals designpodium Kazerne, Kont Magazine, Theater Afslag Eindhoven en voor de 2e keer Shalila Saidi. Een ontwerpster die met biotechnologie maatschappelijke vraagstukken onderzoekt. Zo maakten ze een kogelwerende huid van spinnenzijde en kleding van koeienmest. Die twee problemen, de ene mestoverschotten die heel veel impact hebben op onze natuurlijke omgeving, maar ook die vraag naar duurzame materialen die in bulk geproduceerd kunnen worden voor de textielindustrie. Dat zijn twee van mijn projecten waar ik me nu heel hard voor maak, waar we gewoon klokje rond knetterhard aan werken. Saidi werkt in een groot lab in een oude kazerne aan de Oorschotse dijk. Haar drijfveer een duurzame wereld. Er zijn heel veel elementen die wij kunnen kopiëren, die we kunnen pikken, die we ook weer man-made kunnen maken, zodat natuur en technologie ook meer met elkaar integreren, maar dan op een manier die duurzaam is en mooi voor de samenleving. Een andere genomineerde voor de cultuurprijzen is Lab 1. Een cultureel podium en broedplaats voor beginnende kunstenaars dat nu bezig is om een culturele hotspot te maken van de oude Zienbioscoop in Eindhoven. Wij vinden het gewoon super gaaf om hier een multicultureel centrum van te maken waarin je niet alleen maar naar de bioscoop gaat, want de bioscoop blijft. Maar waar je ook in een café-bar kan zitten, koffie drinken, een biertje, spelletje doen. Maar waar je dan naar een concert kan in zaal 1 of naar een leuke nachtclub in zaal 2. De genomineerden zijn heel verschillend, maar de bevlogenheid is hetzelfde. Passie voor wat je doet met een missie. Biotech is een manier om de natuur na te bootsen, om materialen aan te passen zodat wij ze kunnen gebruiken voor alle maatschappelijke problemen waar we mee dealen. Dus je kan duurzame oplossingen vinden waarbij toch die natuur en technologie geïntegreerd worden. We geven zowel jonge makers, startende makers als gevestigde kunstenaars de kans hier om samen te komen en hun werk of kunstuiting of anderszins tot uiting te brengen, waardoor je een hele diverse mix krijgt. Donderdagavond weten we wie de grote winnaars zijn bij de Eindhovense cultuurprijzen. In de categorieën stimuleringsprijs, waarderingsprijs en publieksprijs.